Goedenavond, mijn naam is Cindy Blanker en in deze video ga ik u wat meer vertellen over de Business en Dream Job Training en de wijzigingen die daarbij hebben plaatsgevonden. Voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor de Business en Dream Job Training is dit heel handig om te weten. Voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan, dan is het mooi. Dan kom je eigenlijk binnen op een hele mooie, belangrijke wijziging die een hoop voordelen kan hebben voor jou. De Business and Dream Job Training was een samenwerking met Reopenme. Reopenme heeft zich helaas moeten terugtrekken aan deze opdracht, waardoor ik hem alleen ga doen en dan ga ik door een wijziging doen. De Business and Dream Job gaat momenteel, gaan we hem alleen de Business Training noemen, omdat wij de Business eigenlijk de Business in Job Training noemen, omdat daar mijn focus het meeste op ligt. En daar zijn dus een aantal wijzigingen, niet alleen in de prijs, maar ook in het pakket zoals hij tot nu toe werd aangeboden. Nou, een van de wijzigingen is, heb ik al genoemd, ik het nu alleen ga doen vanuit mijn bedrijf. De prijs is daardoor ook een stukje verlaagd. De prijs die je dus nu ziet staan op de website, als je hem voor die prijs ziet staan, neem het, want het zal alleen maar hoger worden en niet lager. Want ik doe dit vooral om tegemoet te komen voor de mensen die door deze wijziging natuurlijk misschien zich benadeeld voelen. Dus kijk op mijn website voor de prijs die ik op dat moment hanteer en koop het, zodat jij zeker weet dat je het voor die prijs krijgt. Nou, wat krijg je dan voor die prijs? Nou, de workshop ga ik maken de training in een videovorm. Dat betekent dat elk onderdeel die je voor je business nodig hebt een videotraining gaat zijn. Dus bijvoorbeeld als het gaat over hoe bedenk je een naam voor je business? Wat voor domeinnaam ga je bedenken en waar ga je dat aanschaffen? Een businessplan opstellen, hè, daar begint het mee. Wat komt daar allemaal in? En dan elk onderdeel van het bouwen van een website of een webshop. Het vinden van je ideale klant. De marketing en promotie. De branding. Je concurrenten. Elk stukje ga ik behandelen in een video. En ik probeer de video's echt een beetje kort te houden. Echt misschien 10, 20 minuten maximaal per onderdeel. Zodat de hele training maximaal 5 uur duurt. En dat maakt het dan behapbaar. En dat maakt het ook iets wat je binnen een week zou kunnen implementeren. En iedereen heeft zijn eigen tempo. Dus je kan de dingen pauzeren, stopzetten op het moment dat voor jou uitkomt. Het voordeel daarvan is wel wat ik zeg, je kan het op je eigen tempo doen. Maar daarnaast krijg je iets extra's waarvan ik denk dat het ontzettend waardevol is. Veel waardevoller dan ik hem nu heb ingezet. En dat is dat je vanaf maart elke dinsdag een business training, business coaching, business hulp, advies kan krijgen online. Dat betekent dat je alleen vragen stelt over je business, dingen die jou kunnen helpen, dingen waar je in vastloopt. En je kan leren van andere mensen die ook vragen hebben over een business. Dat betekent dat je op dat moment echt gewoon ook een beetje accountable wordt gehouden om elke week aan je business te werken. Nou, je bent zelf verantwoordelijk en je mag erbij zijn of je hoeft er niet bij te zijn. Maar als jij daar elke week online bij bent met like-minded mensen, nou, dan is dat iets prachtigs om je business te laten groeien. Er zullen ook een aantal live momenten zijn waar je gebruik van kan maken. En als je de training al hebt gekocht, gaat dat voordelen hebben. Betekent dat je daardoor iets minder betaalt. Betekent dat je daardoor extra voordelen hebt omdat je het pakket al hebt gekocht. Want als wij een live event organiseren, dan heb jij dus daar een streepje voor. Er staan al een paar live events in de planning. Dus meld je daar ook zo snel mogelijk voor aan. Zoals bijvoorbeeld de Business in één dag. Implementation Day, dat betekent dat je alles gaat implementeren wat je nog nodig hebt voor je business. Nou, of het precies allemaal lukt in 5 uur, durf ik natuurlijk niet te zeggen. Maar wat wel zo is, is dat je de belangrijkste dingen in je business gaat doen die dag. Hè? Want je kan niet alles doen, maar je kan wel doen wat het belangrijkste is. Meld je daarvoor aan, zijn geringe kosten voorgeleken wat je ermee terugkrijgt. En dat is ideaal voor mensen die zeggen, hey, behalve dat online heb ik nog een extra push nodig. En ik vind het fijn als je naast me zit, als ik bepaalde dingen moet doen waar ik tegenaan loop. Het zal met een klein groepje mensen zijn. Dus nogmaals, zie je dat er plaatsen over zijn, meld je daarvoor aan. Dan hebben wij op donderdag 18 april hebben wij een comedy show. En dat is in de avond van 8 tot 10 uur. Maar daarvoor hebben wij een business presentation. Daar kun je je business laten zien. Een soort
bazaar, shopping hall, waarbij verschillende kleine ondernemers hun bedrijf laten zien. En daar kan jij bij zijn, ook voor hele geringe kosten, omdat je deze training dan hebt gekocht. Dat is mooi. Wat ik ook nog wil zeggen, wat heel interessant is. Ik heb natuurlijk gezegd dat de online meeting kun je vanaf maart, ik hoop dat ik dat heb gezegd, gaat vanaf maart elke dinsdagavond plaatsvinden. Dus van 8 tot 9 uur elke dinsdagavond. Wat doe je tot die tijd, hè? Wat doe je als jij die dinsdagavond toevallig niet kan? Nou, dan mag jij de eerste 2 maanden dat jij dit pakket hebt aangeschaft, die Business in One Day pakket, mag jij via WhatsApp mij vragen stellen. Je mag me 24/7 vragen stellen. Alleen ik antwoord alleen natuurlijk, hè, ongeveer binnen 24 uur beantwoord ik je vraag. En in de weekenden zul je echt moeten wachten tot het weekend voorbij is. Dus je kan gewoon al je vragen dan via WhatsApp stellen. Nou, dat mag nog de aankomende week. Dan ben ik een paar weken niet. Dus probeer zoveel mogelijk uit deze week te halen tot en met de 9e, tot en met 9 februari. Daarna ben ik pas vanaf maart weer helemaal beschikbaar. Maar ik zorg ervoor dat op 8 februari Business in één dag training klaar is, zodat jij die meteen kan gebruiken en implementeren. En als je zegt, nou, ik wil dat, dan zou ik zeggen, schaf hem aan. En dan hoop ik dat we elkaar nog in hele andere dingen gaan tegenkomen en samen gaan groeien. Want ik wil dat dit een langdurige samenwerking is, in de zin van, hè, jou te helpen bij jouw groei. Heb je meer nodig? Meer één op één? Dat je zegt, Zin, ik wil echt dat we echt één op één, dat kan online, dat kan ook live. Dan is het ook goed om een afspraak, om te, ja, even een mailtje te sturen of een berichtje te sturen van, goh, ik heb meer behoefte aan persoonlijke coaching. Kunnen we heel even sparren van, oké, wat is precies wat je nodig hebt en kan ik jou dat geven? Of is er iemand anders naar wie ik het door kan verwijzen? Maar ik zeg je, als je bij de Business Implementation Day kan zijn, wees daarbij, want dat is denk ik het meest waardevolle wat je kan doen naast het aanschaffen van de training in de videovorm. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Als er vragen zijn, stuur mij een WhatsApp-bericht, stuur me een mailtje en dan komt het allemaal in orde. Ik wens jullie een hele, hele fijne week. En ook als je besluit niet dit te doen, hè, want niet iedereen zegt, hey, je hoeft ook trouwens niet te ondernemen hoor. Je kan het ook gebruiken omdat je zegt, ik wil wat bijverdienen. Is het ook iets heel moois. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wens je het succes in alles wat je ook gaat doen. Dus een hele, hele fijne week.